Donderdag 25 oktober zijn de typerende wilgen op het ravelijn in Woudrichem gekapt in opdracht van de gemeente. Het is een hele plotselinge daad van de gemeente geweest. Hij is wel heel begrijpelijk, maar er zat waterlot in. Dus die bomen die moeten om, omdat de vissers dat niet meer durven te vissen. Omdat ze bang zijn dat de takken op hun kop vallen. De watermerkziekte treedt vooral op in bomen die ouder zijn dan 10 jaar. Bladeren verwelken en de takdelen sterven van buiten naar binnen, zowel in de top als in het midden van de kroon af. In overleg met Woerkumer Wilde, een burgerinitiatief, komt er iets moois voor terug. Dat het alleen maar mooier wordt. Dat is echt de bedoeling. Dat is bij de molen gebeurd, daar stonden hele mooie essen. Die essen die stonden alleen de molen heel erg in de weg. En toen hebben we in overleg met de gemeente hebben we een plan gemaakt dat daar nieuwe bomen geplant zouden worden als die essen weg zouden gaan, zodat de molen weer kon draaien. En er zou ook meidoorn komen en er zou nog knotwilgen komen. En dat is nu ook al gebeurd. Je kan nu de nieuwe jonge knotlindes, die kan je zien op de wal. Voor het herplanten op deze plaats wordt er gekeken naar de situatie in de 19e eeuw. Woerkumer Wilde blijft zich inzetten om de biodiversiteit te bevorderen en de groene aanblik van de vesting te behouden. De bomen die eigenlijk nu allemaal geplant waren, zijn allemaal net na de oorlog op de wal gezet. En we hebben dus voor herplant hebben we gekeken naar de situatie zoals die omstreeks begin 19e eeuw was. En dat bleek dus vooral te bestaan uit knotlindes bovenop de wal. Knotwilligen onderaan de wal, want daar kon je als militair kon je daar doorheen schieten. En kon je de vijand goed begluren zonder dat hij jou eigenlijk zag. En de meidoornheggen, zoals je hier ook eigenlijk hierachter ziet staan, die werden echt aan de waterkant geplant om te zorgen dat mensen die door het water, soldaten die door het water kwamen, om die tegen te houden. En we hopen dat we dat langzamerhand allemaal weer een beetje terug kunnen krijgen, zodat we ook het echte verhaal kunnen vertellen over zo'n vestingwerk eigenlijk.